Ik heb een tijdje terug een video gemaakt rond deze laadkabel dat ik gemaakt had. Dat vooral, ja, het is een 2 meter kabel, dus het is vooral een korte kabel. Maar dat is omdat je motorfiets dicht bij je paal kunt, de laadpaal kunt zetten, is dat vaak meer dan genoeg. Maar er waren een paar opmerkingen rondgekomen. Onder andere, er zitten zo van die meer aderige draden in. En ik had de einden, omdat dat schroefverbindingen zijn in die connector, had ik die kabeleinden met soldeer harder gemaakt. Om zo een betere verbinding te maken. Dat is blijkbaar geen goed idee, omdat de soldeer kan smelten als die kabel warm wordt. En dan krijg je net een loszittende verbinding. En een loszittende verbinding wil je natuurlijk niet om kortsluiting te voorkomen. Nu, de oplossing is dit. Dat is een gewone krimptang. Ik weet niet of je dat gaat kunnen. Ja, kijk. Dus dat krimpt dit soort kabeleindjes. Krimpt dat dan op die meeraderige kabels. En dan krijg je eigenlijk een vast stuk dat je kunt vastpinnen. Voor de rest, er waren ook wat vragen rond die 1,5 vierkante millimeter dat ik gebruikte, dat dat eigenlijk niet genoeg is. Nu, op fase 1 en 2 zit er maar 3 kilowatt, dus daar is dat voldoende. Op de derde fase zit er 6 kilowatt en daar heb ik dan 2 van die aders samengenomen, waardoor dat ook voldoende is. Ik heb hem al gebruikt op vol vermogen. Ja, je voelt wel dat er wat warmte is, maar het is niet dat hem te warm wordt, dat hem smelt ofzo. Maar dan wou ik ook nog snel om deze video af te ronden. Ik ga het kort houden, zo, maar ik ga gewoon heel snel even. Als je die dingen koopt, dan zit daar ook zo een klein blad bij met de verbinding dat je moet maken. Dus ik ga die heel snel even overlopen, dat dat ook duidelijk is. Sowieso, het is echt niet moeilijk. Zo, ja, dus dit is nog een striptang. Die is iets duurder. Die krimptang was samen met die connectors was dan maar 20 euro. Dit is een iets duurdere, maar ik veronderstel dat daar ook wel... Het is een automatische striptang. Daar zullen ook wel goedkopere versies van bestaan. Maar dat is eigenlijk het blad eigenlijk dat je erbij krijgt bij die connectors. En dan staat er hier wat uitleg. Ten eerste bijvoorbeeld, er zitten 2 van die weerstanden in. 1 op een blauwe draad en 1 op een rode draad. Die op de blauwe draad is de 680 ohm weerstand en dat is goed voor een kabel tot 16 ampère. En als je een kabel wil maken tot 32 ampère, dan moet je die 220 ohm weerstand gebruiken die op het rode kabeltje zit, wat natuurlijk hier al in het pistool zit. Hè. En dan voor de rest, ja, hier op deze pinnen aan de buitenkant staat niet aangeduid, maar als je aan de binnenkant waar de schroefverbindingen zit, daar staat wel aangeduid welke pin wat is. Je hebt eigenlijk hier in het midden, dat is uw aarding. Dus die verbinden met de aarding daar. En dan heb je die 2 pilootdraden. Dus 1 van die 2 kleintjes. 1 van die kleintjes, dat is wat er hier staat. Daarop zet je die weerstand, die van PP naar PE. En die PE, dat is je aarding, zo is het. Dus van, ja, je moet kijken welke van die 2, van da naar da. En dan die andere kleine draad is de CP, dus de collectieve piloot. En die gaat eigenlijk, die is hier verbonden, gaat door je kabel naar de kleine pin hier. En dat is voor de communicatie tussen uw motorfiets en uw laadpaal. Dus dat is belangrijk dat die er is. En dan voor de rest heb je nu nog de... Dus hier, die 4 staan hier nog rond. 1 daarvan is de neuter, de in. Wat dat typisch een blauwe draad zou zijn. Hier staat die. En dan heb je nog fase 1, 2 en 3. En die moet je gewoon doorverbinden ook. En dan opletten als je de derde fase ook gebruikt. En je gebruikt hem op die 32 ampère. Zeker op die derde fase, dus uw ader 2 kabeltjes uit uw, of 2 aders uit uw kabel samen nemen. Dat je geen brandgevaar krijgt. Maar dat is het. Ja, voor de rest zitten daar zo. Ja, dat zijn die dingen om uw kabels te beschermen. Moet maar op pauze zetten hier als je de connectors wilt zien. Kijk maar, gratis reclame voor Ratio Electric.